Dit item wordt mede mogelijk gemaakt door Travel Bags. Jong Paxvolle begon maandagavond in Kerkrade aan haar bekerseizoen. En vanwege griep voor trainercoach Albert van der Haar nam assistenttrainer Henk Brugge de honneurs waar. En de eerste officiële wedstrijd van het seizoen werd goed begonnen door de Zwollenaren. Met Stijn van Ark. De middenvelder speelt op linksbuiten Rogier Benschop. Benschop legt aan vanaf ruim 30 meter en schiet de bal op de lat van doelman Twan Roeks. Maar zo heeft Zwolle haar visitekaartje afgegeven in de eerste minuut. Vlak daarna de trap van doelman Mike Houtmeijer. Over de verdediging van Rode JC wordt goed gecontroleerd door Benschop. En Rogier Benschop zet de ploeg na 25 minuten op een 0-1 voorsprong. Een goed begin voor PEC Zwolle. En Zwolle houdt het vast. Met weer Rogier Benschop vanaf links. Hij dribbelt naar binnen. Met een steekpaas op Jochem van Putten. 1-1 met keeper Twan Roeks. En die kan de bal nog net toucheren, waardoor dit geen treffer oplevert voor Van Putten. Zwolle, dat in het bekertoernooi te maken heeft met een pool, zit ingedeeld bij NAC, RKC, Heerenveen, Helmond Sport en dus Rode JC. En tegen laatstgenoemde gaat het dus voorspoedig voor Zwolle. Want is hier de voorzet van Joran Zwart op Jochem van Putten. En die schiet Zwolle in de 25e minuut op een 0-2 voorsprong. In de tweede helft een mogelijkheid voor Rode JC. De vrije trap. Bij dit schot is makkelijk te pakken voor doelman Mike Houtmeijer. En dat ziet ook het aanwezige publiek in het Parkstad Limburg Stadion. De ploeg van Henk Brugge komt verder weinig in de problemen. En dan speelt het de laatste kwartier ook nog met een man meer. Want Livio Milts krijgt voor deze overtreding de directe rode kaart, waarna Rode JC dus met 10 man verder moet. En met die man meer situatie ontstaat er meer ruimte voor Zwolle. En in die ruimte wordt Rogier Benschop weggestuurd. Benschop richting het doel van Rode JC. En de linksbuiten zet deze kans om in zijn tweede doelpunt van de avond. En zo wordt het vlak voor tijd 0-3. En zo viert Rogier Benschop dat. Toch doet Rode JC nog wat terug. Is het ongelukkig terugspelen van Sander van Looy? Wordt de bal opgepikt door Jeremy Majele? Omspeelt Joep Jansman en passeert Mike Houtmeijer. En bepaalt daarmee de eindstand op 1-3. Een prima overwinning en een goede start in deze bekercompetitie voor Jong PEC Zwolle. Goede voorbereiding gehad, goede wedstrijden gespeeld. Laatste wedstrijd tegen Peter Barends Academie, 9-0. En ja, goed vervolg kunnen geven vanavond. Het is altijd lekker om twee keer te scoren en je team daarbij te helpen. En zeker met verre uitwedstrijden is het lekker als je die wint en punten pakt. Het is altijd fijn om dan ook twee keer te scoren daarin en een goede wedstrijd te spelen. Ja, er lag veel ruimte ook achter de verdediging van Roda en daar maakten jullie goed gebruik van, hè? Ja, heel veel diepgang zonder bal. Wordt ook veel op getraind bij de belofte. En je hebt natuurlijk veel snelheid voorop via Benschop, maar ook aan de andere kant via Jochem Verput en ook Shaquille. Dus ja, daar hebben we goed gebruik van gemaakt. Ja. Niet te veel ruimte achter de verdediging, ze stonden hoog op. Dus als de middenveld of centrale verdediger vrij was en in kon dribbelen, ja, dan lag die ruimte daar gewoon heel erg. En daar werd goed gebruik van gemaakt, gelukkig. Dus dat is mooi.